Beste kijkers, welkom. Welkom bij weer de 24e editie van de Circle College Tour. De Circle College Tour waarin we inspirerende, visionaire leiders de ruimte geven, podium te geven om hun kennis en kunde te delen over mooie onderwerpen. Vandaag is dat de radicale circulaire economie. Mijn naam is Sander van Wijk. Ik werk voor ABN AMRO en ben daar verantwoordelijk voor Sector Advisory, de Groenbank en subsidie-expertise, waar we per 1 februari mee zijn gestart. En vanmiddag uw gastheer. Voor Hans Tegenman, welkom. Dankjewel. Mooi dat je hier bent. We hebben ongeveer 200 kijkers en ik denk dat die 200 kijkers veel van je weten. Maar ik zou toch even kort willen starten met iets over jouw achtergrond. Je hebt economie gestudeerd in Maastricht. Je bent daarna gestart bij de Advocabo FNV, heb je kort gewerkt. En daarna een imposante carrière gestart als economist. In eerste instantie bij het CPB voor een kleine 10 jaar. En daarna bij de Rabobank voor een kleine 10 jaar. Onder andere als chief economist voor Nederland. En sinds 2017 zit je bij Triodos. En ik denk dat heel veel mensen jou ook kennen vanuit de column die jij schrijft bij het FD. Waar je op inspirerende en prikkelende wijze toch altijd de economie aan duurzaamheid weet te koppelen. En dat is denk ik ook wel de rode draad die bij jou door alles eigenlijk speelt, als ik het zo mag zeggen. Die economie koppelen aan duurzaamheid en daarmee die transitie helpen versnellen. Hans, als ik dit zo vertel, mis ik dan nog iets? Je mist nog dat ik bezig ben met een proefschrift, precies over dit onderwerp, in verschillende stadia. En dat doe ik naast het werk, dus dat schiet nog niet op. Maar dit gaat precies hierover, die economie koppelen aan duurzaamheid. Dus dat mis je niet, maar daar ben ik nog mee bezig. Dus ik denk dat dat nog een dingetje mooi is. Mooi, dat wordt dan een volgende sessie dan over een jaar of wat. Het onderwerp radicale circulaire economie. Niet zomaar die circulaire economie, maar radicaal. Waarom radicaal? Ja, misschien heeft het met mijn eigen radicalisering te maken. Ik denk dat ik... Het was denk ik een jaar of 8, 9 geleden dat iemand naar mij toe kwam, toen ik nog bij Rabobank werkte, en die zei van, ja, er is zoiets als circulaire economie. Jij werkt bij het economisch bureau. Vertel me eens wat dat is. En ik kwam daar niet uit. En toen ben ik daarin gedoken, heel veel onderzoek gedaan. Eerst naar businessmodellen en andere dingen. En ik dacht, ja, jongens, dit schiet niet op. Het zit heel veel meer in het radicale deel, dus in het systeem. Dus je kan het hebben over, en dat zie je natuurlijk veel over de incrementele dingen waar we mee bezig zijn, dus de kleine stapjes die we zetten als het gaat over net iets meer circulair, net iets duurzamer. Maar daar ga je niet meer redden. En daar zit dat radicale in. Ja, maakt ons alleen maar nieuwsgierig naar je verhaal. En je zegt dan net zelf, hè, in de tijd bij Rabobank is het besef gekomen. Wat was voor jou nou het moment of de tijd waarin je tot deze denkbeelden visie kwam? Ja, dat is niet één moment. Het is meer een zoektocht geweest. Je zei net, bij het Centraal Planbureau werkte ik gewoon met standaard macromodellen en met andere modellen. En dat was duurzaamheid eigenlijk niet zo'n onderwerp. En ik denk op het moment bij Rabobank, waar we in 2009 en 2010 bezig met scenario's voor 2030. En dan komt heel prominent op tafel van, ja jongens, misschien kan dit niet helemaal zo door blijven groeien. Als econoom was ik gewend om te denken in termen van economische groei en kwartaalcijfers van het BBP. Interessant. En dan komt het grotere plaatje op tafel. En toen ben ik gewoon veel gaan lezen. En toen kwam dus ook die collega die ging de vraag stellen over de circulaire economie. En toen kwam een beetje alles bij elkaar. En dan is het eigenlijk ook niet, als je als econoom erover nadenkt en je maakt je druk over de dingen die het meest belangrijk zijn. Dat is natuurlijk de geschiedenis ook van de economische wetenschap. Je probeert een antwoord te formuleren op dingen die op dat moment het meest belangrijk zijn. Dat was na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw, productie. Dan krijg je economische groei en bruto binnenlands product als belangrijke indicator. Want het gaat over meer spullen maken. Maar nu gaat het heel nadrukkelijk over de grenzen die onze aarde ons geeft, waarop wij die economie nog moeten proberen voor elkaar te krijgen. Ja.
En dat is voor mij zo logisch dat je dan als econoom... Hè, dus ik heb eigenlijk twee versies van mezelf. Eén is gewoon als werknemer bij Triodos... waar ik probeer beleggingsstrategieën te formuleren... die natuurlijk gaan over duurzaamheid. En de andere kant is meer mijn beschouwende ik... in columns en andere dingen... waar ik gewoon alleen maar probeer te begrijpen hoe dat kan werken. Ja, ja, het is bijna alsof je een ander soort waardedefinitie hebt ontwikkeld in de tijd... hoe je tegen waarde aan bent gaan. Ja, voor een deel zit dat ertussen. Hè. Maar wat ik daarin probeer, en ik hoop dat er dadelijk ook dat uiting komt... Ik probeer het gewoon te begrijpen. En de regels van het spel. En mijn overtuiging is, en dat probeer ik dadelijk wat duidelijker uit te leggen... dat de regels van het spel, wat wij economie noemen... verduurzaming af en toe tegenhouden. En dan is dat nog niet eens een waardeoordeel. Dan is dat, probeer ik dat gewoon te laten zien als een constatering. Dat is zo. En dan is het aan ons als samenleving om te bepalen of we die regels misschien willen veranderen. Of dat we denken, ja, het is allemaal goed. En we zien het wel wat er verder gebeurt. Ja, mooi, mooi. Ik ben extreem nieuwsgierig naar die spelregels waar het dan zo over gaat hebben. Misschien nog voor de kijkers zelf. We krijgen zo het eerste hoorcollege van 40 à 45 minuten. Daarna is ook absoluut nog ruimte ook voor vragen. Wij zullen het gesprek daarbij ook voortzetten. Tijdens de presentatie zullen er ook 3 polvragen komen. Dus ik zou zeggen, blijf er vooral bij. Doe goed mee, want je antwoord telt zeker mee. En stel ook vooral vragen. We kunnen die helaas niet tijdens de presentatie zelf beantwoorden. Maar die zullen we na afloop zeker in ons gesprek meenemen. Nou, Hans, the floor is yours, zeggen ze dan. Dank je wel. Goeiedag. Nou, dat was een korte introductie. Ik ga het dus hebben over wat ik dan noem de radicale circulaire economie. En om jullie niet helemaal verdwaasd achter te laten... ik ga het niet alleen maar hebben over dat hoogoververhaal... wat wel een groot deel van het verhaal is... maar ik eindig met ook de stappen die wij allemaal vandaag, morgen en overmorgen kunnen zetten. Dit is wat ik ongeveer wil vertellen. Het probleem. Voor velen is het misschien bekend wat het probleem is... maar ik probeer het nog een keer heel duidelijk neer te zetten waar we het over hebben. Circulaire economie gaat over grondstoffen, materialen gebruiken... en waarom dat niet zo verder kan gaan zoals we dat nu doen. Een tweede deel, dat gaat over circulaire economie als dé oplossing voor alles. En dan kom ik bij mijn, wat wij dan noemen, het radicale stukje... en dat gaat over systeemverandering. Ook een beetje transitielens erin van hoe zou je dat nou kunnen doen? Wat heeft veel effect, wat heeft daarin weinig effect? En ik eindig met die praktijk. Ik ga het niet uitgebreid hier hebben over businessmodellen. Daar kunnen we het na afloop nog best al over hebben in de discussie. Dus als je er vragen over hebt, is dat prima. Maar ik zeg al van tevoren waarom ik het daar niet over uitgebreid over wil gaan hebben... is omdat dat wat mij betreft heel nadrukkelijk de uitwerkingen zijn van wat daarvoor komt. Laten we beginnen. Dit zal voor velen niets nieuws zijn, maar als ik die plaatjes laat zien... en je laat ze tot je doordrinken, dan zie je pas wat er echt gebeurt. Aan de linkerkant gaat het over de voorraad aan materialen in de economie. En dat is een gigantische berg. En met al dit soort grafiekjes, en je kent ze wel... of het nou hebben over economische groei, bevolkingsgroei of van... dit zijn allemaal hockeystickfiguren. Dus ook hier geldt een exponentiële toename van de spullen die wij... in onze economie hebben. Dat is de voorraad, maar dan logischerwijs ook de extractie van alles neemt exponentieel toe. En aan de linkerkant staat het over hoe zit het in de economie. Dus het gaat over asfalt, over stenen, over hout en over beton, metalen. En aan de rechterkant gaat het over biomassa, fossiele energie, metalen en mineralen. En dan aan die rechterkant is eigenlijk het belangrijk om te laten zien... wat is nou het grootste deel? En waar hebben we het nou over als we het hebben over een circulaire economie? Waar moeten we dan naar kijken? Nou, dan is het eigenlijk heel simpel. Ik kom er dadelijk nog op terug. Biomassa, het hernieuwbare deel. Fossiele energie, het per definitie niet hernieuwbare deel. En dat moet uitgefaseerd worden... En dan het belangrijkste, als we het ook hebben over de economie en de businessmodellen... dan gaat het eigenlijk over metalen en mineralen. Die niet hernieuwbaar zijn, maar wel herbruikbaar. En hoe doe je dat op de meest effectieve en efficiënte manier?
En dat is ook dit plaatje weer. Hier, dit zijn eigenlijk die twee grafiekjes die ik net op in één zogenaamd Sankey-diagram weergegeven. Ik heb het over de hele wereld nog even toe te lichten. We hebben dat ook voor Nederland en zo. Die vier soorten grondstoffen, hè, fossiele brandstoffen, biomassa, metalen en mineralen, bepalen eigenlijk de circulaire economie. Daar wil je iets mee. En dan is het ook altijd grappig om te kijken naar het verschil tussen de voorraad, 792 petagram, ofwel 792.000 gigaton. Dat is je voorraad. Terwijl de extractie elk jaar is 92 gigaton. Voor degenen die dat weten, Circle Economy brengt elk jaar een rapport uit en zeggen, en proberen die getallen een beetje op elkaar te delen en een beetje te berekenen en zeggen ongeveer, het laatste rapport was als het goed is, 8,5% ongeveer van de wereldeconomie is circulair. Ofwel, van die lijntjes die daar doorgaat, wordt ongeveer 8,5% weer hergebruikt. Maar dan hebben we het dus alleen maar over wat er van extractie weer terugkomt. En dan hebben we het niet over die voorraad. Terwijl met die voorraad zou je nou eigenlijk, want dat is verre het grootste deel, zou je het meeste kunnen doen. Dit is dus het probleem. En het probleem wordt groter als we kijken naar dit plaatje. Het is een beetje klein. Ik kon niet de originele bron vinden. Ik ken wel de artikelen. Dat zijn artikelen van Harald Sverdrup. Dat is een IJslandse professor die een heleboel hele ingewikkelde systeemdynamische modellen heeft gemaakt over grondstoffen. En hij berekent in die modellen wanneer ze op zijn, met een heleboel veronderstellingen. En wat hierin ook staat is welk deel gerecycled kan worden van die grondstoffen. En wat je hierin dus ziet, in het midden staat het piekjaar van de winning. En dan zie je bijvoorbeeld bovenaan olie. Volgens deze inschatting hebben we het piekjaar gehad. En is 0% recyclebaar. Met een circulaire bril is het heel simpel. Overal waar 0 staat, dat wil je niet meer hebben. De circulaire economie is tegelijkertijd een grote opgave in de energietransitie. Hè, als je het breed ziet. Je wil gewoon geen niet hernieuwbare grondstoffen meer gebruiken. Maar je ziet dan ook dat voor al die metalen en mineralen, voor al die metalen in dit geval, en mineralen trouwens, de piek binnen afzienbare tijd in zicht is. Dus het betekent ook dat de opgave om daar iets mee te doen groot is. Het betekent ook dat dat voor bepaalde grondstoffen makkelijker is dan voor anderen. Dat geeft aan hoeveel je kan recyclen. Maar recyclen is natuurlijk niet het enige wat je kan doen met circulaire economie. Je kan ook producten maken die veel langer mee kunnen. Waardoor je materiaal behoud gaat realiseren. Waardoor materialen veel langer mee kunnen. Waardoor je ook het jaar dat het op is kan uitstellen. En zo kan je ermee omgaan om ervoor te zorgen dat voor al die soorten grondstoffen je het probleem eigenlijk kan uitstellen. Nou, hoe ziet de toekomst er dan uit? Dit is een vrij simpele grafiek eigenlijk, waarin massa, waarde en emissie staat. Massa, dat zijn die materialen die ook in de vorige grafieken stonden. Waarde, dat is het BBP, het bruto binnenlands product. En emissie is in dit geval de CO2-emissie. Waarom staan die bij elkaar? Heel simpel. Op dit moment, en we hebben er nog steeds geen oplossing voor, is grondstoffengebruik eigenlijk lineair evenredig aan economische groei. En wat iets minder, en dat zie je in dit grafiek ook, wat wel zwaar ontkoppeld is, maar nog niet helemaal ontkoppeld, is de emissies en economische groei. Ofwel emissies en grondstoffengebruik. Want als we zouden kunnen groeien zonder grondstoffengebruik, dan zouden we die emissies niet hebben. Dus die hebben alle drie met elkaar te maken. Dus als je het hebt over de energietransitie, dan heb je het dus eigenlijk gelijk over de circulaire economie. Nou, en ik heb hier vanaf 2020 wat mooie V'tjes gemaakt. En dat zijn de scenario's die wij zelf ook gemaakt hebben, maar die ook een heleboel anderen gemaakt hebben. En daar vallen twee dingen op. In bijna alle scenario's stijgt de economische groei. Dat is een combinatie van steeds meer mensen, maar eigenlijk ook steeds rijker per persoon. Dat is nog steeds de aanname in al die modellen. Waardoor, en dat is twee, de materiaalextractie toeneemt in meer of mindere mate, afhankelijk van welk scenario, maar het daalt nergens. En de CO2-uitstoot wel kan dalen en dat is vooral het afvangen van CO2. Dat laat ik even buiten beschouwing. Maar het gaat mij hierom dat duidelijk is
dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus als je dat bovenste kan oplossen, die materiaalextractie kan verminderen door circulaire dingen te doen, dan kan je misschien wat meer groeien zonder dat het schade heeft aan de economie. Ja, het is allemaal geweldig, maar tot nu toe ziet het er nog niet echt goed uit. Tot nu toe zijn we er nog op geen enkele manier in geslaagd, ook de afgelopen jaren niet, om materiaalextractie niet gelijk op te laten gaan met economische groei. Dat is nog steeds een lineair verband. Ondanks dat 10 jaar lang praten over circulaire economie, hebben we nog helemaal niks gezien. Maar, en dit is mijn witte stip, zeg maar, die steeds groter wordt, dan hebben we natuurlijk de circulaire economie. En dat is gelijk mijn eerste polvraag, want ik heb natuurlijk tot nu toe helemaal geen definitie gegeven van de circulaire economie. Dus het leek me leuk om dat te vragen. Wat is de circulaire economie voor jullie? A, een groeistrategie voor de wereldeconomie. Of B, een strategie om duurzame ontwikkeling te bereiken. C, een bedrijfsstrategie om te komen tot duurzame business. Vraag me niet wat het precies is. Dat waren ze. Dus deze drie kan je kiezen. Ik geloof dat ik dan even moet wachten totdat iedereen gekozen heeft. Ik kan daarbij ook nog, dus dit is wat het is in termen van wat kan het betekenen. Er is ook natuurlijk nog een definitie. Er zijn 114 definities volgens een artikel. Er zijn zelfs wel meer definities van de circulaire economie. Maar mijn definitie is in ieder geval wel, dit is wat je ermee kan bereiken. Dus kies daar alsjeblieft tussen. Dat het gaat over het waardebehoud van materialen en producten en die zo lang mogelijk in de kringloop houden. Dat is voor mij uiteindelijk wat je met de circulaire economie wil bereiken. Ik denk dat iedereen de poll nu wel ongeveer heeft ingevuld. Zo niet, dan gaan we alsnog verder. Dit was het probleem. Het probleem is duidelijk en we hebben een oplossing en dat is de circulaire economie. Nou, en wat verstaan wij dan onder de circulaire economie? In de circulaire economie hebben we het al heel lang over RE's. Dat begon in China, daar hadden we er 3. Reuse, recycle, reduce. We hebben nu in Nederland, het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat ook opgeschreven, en we zien dat nou ook in de taxonomie van de Europese Unie terug, hebben we de 9 R's. En die lopen op in mate waarin ze bijdragen aan het steeds duurzamer maken en het steeds minder materiaalgebruik. Het slechtste wat je kan doen is recycle. Want recycle, dan heb je al verklaard, die grondstoffen en materialen zijn afval en we proberen er nog iets van te maken. Het beste wat je kan doen is refuse. Gewoon dingen niet maken, want als je dingen niet maakt, niet koopt, dan heb je ook geen afval. En alles, en de rest zit daartussen. He, van het hergebruiken, het repareren, het opnieuw bedenken, zodat je dingen beter in elkaar kan zetten. Het reduceren, gewoon efficiëntie helpt natuurlijk ook heel erg mee. En dat zijn alle stapjes die je kan zien. Dit is 1 weergave. Er zijn nog 1000 andere weergaves als je op internet gaat kijken. Maar deze is wel handzaam. Je hebt dus een heleboel verschillende strategieën. Ik noem die RE's, noem ik strategieën. Waarmee je ervoor kan zorgen dat je minder grondstoffen gaat gebruiken. En daarbij zeg ik altijd nadrukkelijk, dit is bedacht door mensen met een vrij technische bril van hoe de wereld in elkaar zit. Die kijken wat je met grondstoffen kan doen en gaan bedenken hoe je dat efficiënter kan doen. Ik kom er later aan toe om te laten zien waarom een econoom daar af en toe anders over denkt en waarom we het in de praktijk vaak ook helemaal allemaal niet zien. Maar hoe werkt dat? Dit is het economenverhaal van de circulaire economie. Wat je hier ziet is een economie. In feite een loopband. En aan de linkerkant stop je de spullen in. Arbeid, kapitaal, natuurlijke hulpbronnen, hernieuwbare hulpbronnen en niet hernieuwbare hulpbronnen. Dat zijn de inputs. Dan mix je dat in een fabriek. Dan heb je productiviteit, dan heb je slimme mensen. En hoe slimmer je dat doet, hoe efficiënter je dat doet. En dan komen er de spullen uit, goederen en diensten. En dan hebben we economische groei. Als je goed kijkt, zie je nou dat dingetje daar lopen. De snelheid van de loopband is de economische groei die we hebben. Let erop dat in de definitie van economische groei, dus ook hoe wij kijken naar de economie, het dus totaal niet uitmaakt wat we met die spullen doen.
Dus die stapel aan het einde van die loopband kan groter en groter worden, zolang er maar transacties zijn. Want het enige wat we meten zijn de transacties van goederen en diensten. Ofwel worden ze verkocht. En we registreren het volume van dat soort spullen. Dus dit is een economische machine. Nou, en als we dat dan gaan vertalen naar een circulaire economische machine, die nog steeds een lineaire loopband is, dan gaan we, moet je goed opletten, dan gaat dat schuifje aan de bovenkant dat gaat naar binnen, aan de onderkant gaat naar binnen. Je gaat minder grondstoffen, dat boompje wordt kleiner, dat staat symbool voor alle grondstoffen. Je gaat dus minder grondstoffen in de mix gooien en je gaat die productiviteit verhogen. Dus je gaat dat op een slimmere manier doen, met allerlei ries en andere dingen, waar nog steeds diezelfde spullen van de loopband rollen. Maar dan met minder grondstoffen. Dat is één aanname. Maar vervolgens, en dan heb je al die ries, die zet ik er ook nog weer bij. Dus je hebt een deel, dat is puur efficiëntie, dus je houdt dezelfde spullen. Maar we gaan nu andere dingen doen met ook die spullen die al van de loopband zijn gevallen. Hè, die gaan we weer uit elkaar halen, we gaan recyclen, we gaan andere dingen doen. Waardoor voor een deel misschien, en we gaan ook spullen maken die langer meegaan. En we gaan ook nog eens een keer een aantal van die ries, en dat staat er rechtsonder, nog meer ries. Dan gaan we die spullen niet terugleggen in stukjes op die loopband, maar die gaan we delen. We gaan ervoor zorgen dat, dus dat het langer meegaat, dat we gaan delen. En dat zijn allemaal geen dingen die teruggaan op de loopband. Dus dat is ook geen economische groei. Maar wat er per saldo gebeurt, en hij knippert daar al, is dat die loopband waarschijnlijk sneller moet gaan lopen. Want als hij dat niet, of sorry, langzamer moet gaan lopen. Want als hij niet langzamer gaat lopen, dan blijven we nog steeds heel veel goederen of natuurlijke hulpbronnen gebruiken. Dus intentioneel is toch mijn conclusie. Ik heb hier inmiddels alweer 8 jaar over nagedacht. Intentioneel zou de circulaire economie toch iets moeten doen met het volume van de economie. Ofwel met economische groei. En dat wil je dan, hè? Dat wil je dan, want je hebt als doelstelling minder grondstoffen gebruiken. Daar hebben we ook een paar regels voor wat we dan willen doen. En die staan hier. Dit zijn macro-economische regels wat je zou willen doen met de circulaire economie. Voor hernieuwbare hulpbronnen, zoals vis, bossen, bodem, grondwater. Die wil je niet sneller gebruiken dan dat ze zich kunnen hernieuwen. Je wil bossen niet sneller snoeien dan dat ze kunnen groeien. Je wil vis niet sneller uit de zee halen dan dat er een nieuwe visstand kan komen. Dat is vrij simpel. Ten tweede, je wil niet hernieuwbare hulpbronnen, zoals mineralen, metalen, fossiele brandstoffen, niet sneller gebruiken dan hernieuwbare substitutie ervoor in de plaats kan komen. Als dat niet kan, en dat weten we met een heleboel metalen bijvoorbeeld, dan wil je die zo langzaam gebruiken dat je er zo lang mogelijk mee kan doen. En als derde, over vervuiling en afval, zoals broeikasgas, chemisch afval, elektronisch afval, textiel en huisvuil. Je wil niet sneller uitstoten afdanken als natuurlijke systemen afval en vervuiling kunnen absorberen of recyclen. En, dat zijn we, en op al deze drie weten we dat we die niet daarbinnen vallen. Dus op al deze drie hebben we nu opgaven die voor een circulaire economie gelden. Maar als je dit zo hoort, dan kom je toch in een soort roze wolk. Dat je denkt van, ja, maar dit moet allemaal gewoon kunnen. Dit is fantastisch, hier is over nagedacht. Zo moeilijk moet het niet zijn. Mensen, laten we gewoon beginnen. We hebben het allemaal uitgedacht. We hebben 9 R's. We hebben een loopband. We hebben regels. Kom op, laten we beginnen. En dan zie je wat er in Nederland gebeurt. En dan moet je eigenlijk constateren, dit is uit het laatste rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over de stand van de circulaire economie. Dan zeggen ze, nou, op een heleboel van die R's die staan hier, gebeurt eigenlijk niks. En wat er gebeurt, zoals repareren en remanufacturing, dat was er al lang. Reparatiebedrijven hebben al lang, dat is helemaal niks nieuws. Dat is helemaal niks nieuws onder de zon. En wat zij in hetzelfde rapport ook zeggen, is dat het eigenlijk ook helemaal niet opschiet met die circulaire economie. Dat er een hoop gepraat is, net als ik de afgelopen tijd heb zitten doen, maar dat er in de praktijk heel weinig gebeurt. En dan heb ik weer een vraag voor de poll, als jullie er nog bij zijn. Waarom komt de circulaire economie niet snel genoeg van de grond? Is dat omdat consumenten en klanten het gewoon niet snappen? Wat natuurlijk altijd zo kan zijn. Is het die vermaledijde overheid die gewoon weer eens niet genoeg doet?
Of ligt het aan die ondernemers die gewoon niet willen innoveren en blijven hangen in wat ze altijd gedaan hebben? Of ik zie het helemaal verkeerd en hij komt echt wel van de grond, want ik heb genoeg bewijs. En zet het vooral in de chat welk bewijs je dan hebt. En het gaat allemaal veel sneller dan iedereen denkt. En het is gewoon het begin van een transitie. In het begin lijkt het langzaam te gaan, maar uiteindelijk gebeurt het wel. Als jullie iets in hebben ingevuld, dan ga ik weer verder. We komen hier allemaal aan het einde nog op terug. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden. Maar ik ga in ieder geval wel door op het punt waar ik net was. Dat ik denk dat hij niet zo snel van de grond komt. En dat we dus systeemverandering moeten krijgen. Het gaat over beleid, instituties, actoren en groene dromen. En dan begin ik even met een macro-economisch verhaal over hoe je de economie kan zien. De standaard-economie is eigenlijk dit, die in tekstboeken ziet. Financiële stromen tussen bedrijven, huishoudens en de overheid, dat noemen we de economie. Dat zien we terug in de nationale rekeningen. Daarmee kan je ook economische groei berekenen. Dat is zoals wij de economie zien. En dan heb je al een probleem, hè? Want hier heb je dus niet die grondstoffen in zitten. Dus misschien moet je gaan nadenken over een iets complexere economie. En dan kom je in de ecologische economie van, hé, we hebben ook nog iets van een aarde. En misschien moet die economie binnen die grenzen van de aarde vallen. Nou, dit komt iedereen bekend voor. En dan hebben we daar dingen die daar vanuit die aarde inkomen. Dus we hebben zonne-energie, we hebben energie. En we doen er dingen uit, afval, ook hitte, en dat gaat er weer uit. Dit is standaard, zou ik bijna zeggen, ecologische economie. En dat je dan ook zegt, en dat is eigenlijk het plaatje van door, je hebt hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen. Die stop je in de economie en je hebt afval dat eruit komt. En hier zijn die drie regels die ik net had, zijn hier onverkort op van toepassing. Je moet dat zo doen dat dat past. Nou, dit raakt natuurlijk aan de planetary boundaries, het framework waar je in kan laten zien dat er duidelijke ecologische grenzen zijn en dat 4 van de 9 inmiddels duidelijk overschreden zijn. Maar hier is het ook een economisch verhaal en hier zie je de link met de circulaire economie. Want ja, je wil het dus zo inrichten dat middelste stukje, dat die flows van grondstoffen en energie daar op lange termijn ook inpassen. Nou, dit is het iets meer complexe, maar we kunnen het nog iets realistischer maken. En dan zeggen we van ja, maar de economie bestaat niet alleen uit de markt, bestaat niet alleen uit transacties, maar bestaat ook uit wederkerigheid, reciprocity, dat je dingen voor elkaar doet, de commons en dergelijke. Dus dat je gewoon de deeleconomie, de originele deeleconomie heb ik het dan over. Hè? Dus niet de marktplatformen en de platformeconomie, maar gewoon dat je, omdat je elkaar aardig vindt, iets voor elkaar doet. En je hebt herverdeling en de functie van de overheid daarbij. Als je dat ziet als economie, die moet functioneren binnen die planetary boundaries, dan kom je dichter bij wat je circulaire economie zou kunnen noemen. Dat zet het luikje open voor zowel businessmodellen als het nadenken van hoe kunnen we dingen anders doen, zonder dat we het idee hebben van, goh, we moeten denken aan economische groei, want dat is economie, wat ik net deed met die loopband. Nee, dit kan ook economie zijn. En als we dit meer realistische idee hebben, oh ja, ik was nog, en een economie zit dus in een samenleving, in een society. Ik was even dit rondje vergeten. En dan is de grote vraag, oké, we hebben die loopband, we hebben een circulaire economie die nog niet ideeën genoeg, technologische ideeën genoeg, ontwerpideeën genoeg, maar het gaat nog niet zo snel. En ik was hier al een tijdje over aan het nadenken en toen kwam ik vorig jaar de theorie van Donella Meadows. Donella Meadows is ook de dame die mee heeft geschreven aan het rapport van de Club van Rome. Die zit helemaal in de systeemdynamica en die had het in 1999 al over trigger points bij transities. Hoe kan je van een één paradigma naar een ander paradigma komen? En dan had ze het over dingen die veel effect hebben en dingen die weinig effect hebben. En je hebt dan dus die shallow trigger points, die dus niet zo hard werken. En de meer fundamentele trigger points, die wel veel effect hebben. En dat kan je ook weergeven in een hefboom. En dat probeer ik hier te doen voor de circulaire economie. Als je heel dicht bij het kantelpunt zit en dus niet zoveel hefboom-effect hebt, dan heb je het over verandering van de parameters en de stromen. Dus dan ga je niks veranderen aan het systeem zelf.
Maar dan ga je alleen maar eco-efficiency doen. Beter voorraadbeheer. Iets efficiënter doen. Dit is typisch dingen die gaat over de reduce kant van de circulaire economie. Heel nuttig, vooral doen, maar het houdt je systeem volledig intact. Sterker nog, het kan ook zorgen voor een lock-in. He, dat je nog sterker in je huidige systeem blijft. Omdat dat dan nog efficiënter wordt. Nog meer geoptimaliseerd op een lineaire manier. Een tweede is het verandering van feedbacks. Dus je probeert nieuwe businessmodellen. Je probeert eigenlijk al die reach, je probeert al die feedback loops in het systeem aan te passen. Is hartstikke nuttig, maar werkt nog niet hard genoeg. Want, en daar komt hij, als je gaat zitten aan de aanpassing van het systeem, aan de informatie en de zelforganisatie van het systeem. Als je het bijvoorbeeld gaat hebben over de relatieve prijzen, over belastingen, over rapportageverplichtingen voor bedrijven, transparantie, laten zien wat je nou echt doet. Over garantietermijnen, wetgeving in zijn algemeenheid. Over nieuwe samenwerkingsinitiatieven, dus niet alleen businessmodellen, maar ook in ketens en tussenpartijen meer proberen te organiseren. En als laatste, en dat is het lastige, fundamentele wijzigingen die raken aan de kern van je paradigma waar je in zit. En dan hebben we het bijvoorbeeld een van de kernzaken in de huidige economie zijn eigendomsrechten. Private eigendomsrechten. Daar zijn onze transacties opgebouwd, daar is een groot deel van onze economie opgebouwd. Maar als je het hebt over de circulaire economie en grondstofstromen, werkt privaat eigenaarschap van grondstoffen eigenlijk tegen het efficiënt gebruik van al die grondstoffen. En daar moet je misschien wel over nadenken. En een andere die daarbij hoort, dat gaat over verandering van de doelfunctie van de samenleving. Dat klinkt heel vaag, maar eigenlijk bedoel ik daarmee van, we moeten het niet alleen hebben over groei, maar we moeten het ook hebben over welzijn. Ik ga hier nog op verder. Dus aan de linkerkant de kleine stapjes, aan de rechterkant, daar gaat het over systeemverandering. En waarom ik dit radicaal zit dus hierin. Dat je zegt, oké, een circulaire economie is dus iets anders dan de economie die we nu hebben. En is niet alleen anders in hoe bedrijven opereren en hoe dat allemaal gaat. Nee, dat is een ander systeem. En dan moet je het dus hebben over systeemverandering. En dan gaat het dus niet om, en deze quote van Keynes vind ik wel mooi. Het gaat dus niet eens om nieuwe ideeën. Het gaat om te ontsnappen van die ideeën die zo dominant zijn dat we vergeten zijn dat er nog een heleboel andere ideeën zijn. En dat is een beetje waar we nu in zitten. Ik heb 7 systeemveranderingen. Die ga ik even gewoon af op de woensdagmiddag, dan hebben ze maar gehad. De eerste is reken met juiste prijzen. Ik heb weer even mijn loopband, want dat kan prima in de loopband. En wat we dan gewoon gaan doen, is heel simpel. We maken grondstoffen duurder, waardoor er minder van gebruikt wordt. We maken hernieuwbare grondstoffen goedkoper. We maken arbeid goedkoper, waardoor er meer van gebruikt wordt. En dat stoppen we in de mix. We stoppen ook niet alleen de arbeid in deze mix om producten te maken, maar ook arbeid om reparatiewerkzaamheden en andere dingen te doen, maken we ook goedkoper. Waardoor onze mix in de economie verandert. Ofwel, De negatieve externe effecten van het gebruik van grondstoffen, van niet hernieuwbare grondstoffen, wordt beprijsd. Een hele element die ik ook nog graag noem bij deze juiste prijzen is de prijs op ongelijkheid. Want wat ik nog nauwelijks in de literatuur ben tegengekomen is dat ongelijkheid in een samenleving, met name vermogensongelijkheid, leidt tot excessief grondstoffengebruik, omdat mensen met te veel geld te veel auto's kopen, te veel huizen kopen, te veel vliegen, maar dan vaak ook een heel groot deel onbenut laten. Waardoor het ook heel efficiënt zou zijn om meer gelijkheid te hebben om een circulaire economie eerder te realiseren. De tweede is de markten voor het goede laten werken. Ja, dit is misschien een vrij cryptische, maar ik probeer hem even te laten zien. In het plaatje wat ik al eerder had, ik heb hem nu weer net wat anders gedraaid, het plaatje met alle ries. En dan, ik heb nogal veel dingetjes erin. Wat hierin staat aan de bovenkant zijn, ik doe even alles erin, de metalen en de mineralen, dus de niet hernieuwbare metalen en mineralen. En aan de onderkant de hernieuwbare hulpbronnen. En al die pijltjes, dat zijn die veranderingen in het systeem.
Al die ries die ik al eerder noemde. Maar om die te realiseren, hè, dat was het technologische verhaal. Van dat kan je allemaal weer hergebruiken. Maar als econoom denk ik, ja, maar op elk van die ries heb je markten nodig. Heb je partijen nodig die ervoor zorgen dat er voldoende vraag en aanbod is van hernieuwbare grondstoffen, die gaan repareren, die al die dingen die je wil gaan doen op een hergebruik, gaan regelen. En dat doen op zo'n manier dat het ook financieel uit kan. En dan heb ik deze is iets eenvoudiger. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Je probeert dus in al die markten die je nodig hebt, al die nieuwe markten in de circulaire economie, probeer je te maken. En daar is een van de grootste belemmeringen op dit moment. Want wat je vaak ziet, is dat de transactiekosten vrij hoog zijn. Dat is met name voor die metalen die in mobieltjes zitten, in elektronica. Die zijn heel lastig om er weer uit te halen. Dus wat betekent dat? Dat het best kostbaar is om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat het technologisch wel kan en je kan het hergebruiken, maar omdat die volumes zo laag zijn, is het heel erg lastig te realiseren. Een tweede zijn transitierisico's. Je moet iets nieuws doen wat je nog niet gedaan hebt, dus je weet niet hoe het moet. In een transitie, dus in een veranderende omgeving, waarvan je ook niet weet wat een wetgever wil en hoe je hele omgeving gaat ontwikkelen. Dat is iets anders dan een innovatierisico, want dat gaat veel meer over hoe kan je het doen. De hele verhalen over plastic en recyclebaar plastic en hoe je dat kan doen. Nou, die markt is volop in beweging. Zo zijn er wel meer van dat soort markten. Maar die innovatie is lastig. En daar zitten risico's aan om dat voor elkaar te krijgen. Dus die markt realiseren is lastig. Onvolkomen markten is daarnaast een heel groot generiek probleem. Want onvolkomen markten bedoel ik dat er maar één vrager of één aanbieder is. Het komt vaak voor met recyclebare grondstoffen, dat je daarvoor zo'n schaal moet hebben in een markt dat er maar plek is voor één of twee van dat soort partijen. En dat maakt ze vaak heel erg afhankelijk van hun input, maar ook weer van de bedrijven waar ze hun spullen aan kwijt kunnen. En hoe minder partijen er op een markt actief zijn, hoe groter het risico dat het ook niet lukt. Een ander probleem is vaak de schaalbaarheid. Die hangt daar ook weer mee samen. Van, lukt het wel om voldoende schaal te halen om een businessmodel voor elkaar te krijgen? Om een markt te realiseren? En in zijn algemeenheid geldt dat coördinatieproblemen in dit soort nieuwe markten met nieuwe technologieën heel erg groot zijn. Dus elkaar weten te vinden is vaak heel erg lastig. Het is helemaal niet dat het niet kan, maar dit vraagt soms wel een soort marktmakerschap, ofwel een overheid of een andere partij die helpt om markten te creëren. En daar stokt het op dit moment nog heel erg vaak. Herdefinieer eigendomsrechten. Ja, ik heb maar één plaatje. Het is een beetje lastig om daar een plaatje voor te maken. Maar eigendomsrechten zijn cruciaal. Misschien één voorbeeld. Dat staat hierin. Omdat wij vinden dat als je iets koopt, dat het onvervreemdbaar van jou is, resulteert het er ook in dat wij een heleboel van de spullen die we hebben niet gebruiken. Suboptimaal gebruiken. En daarom deze auto's, want auto's worden maar voor 8% van de tijd eigenlijk gebruikt. Ik heb vorig jaar een keer een column geschreven dat ik 5 fietsen had. Ik heb er inmiddels 6, moet ik zeggen. En die worden lang niet allemaal goed gebruikt. En voordat in één staat te kopen, hoor. Dus, maar dat is heel normaal, want dat vinden wij normaal. Wil je daar dus wat aan doen, moet je heel erg nadenken over eigenaarschap en wat daarin efficiënt is en hoe je dat kan regelen. Een andere versie is, hè, dus van dingen die je kan kopen, andere is de grondstoffen zelf. Waarom koop je niet de functionaliteit van de koelkast en blijven de grondstoffen in de koelkast bij de producent of bij degene die de grondstoffen gewonnen heeft? Dat vraagt natuurlijk een hele administratie en dat snappen we allemaal niet hoe dat kan. Of waarom zeggen we niet van een heleboel is van ons allemaal. Zoals land vroeger was. We mogen het gebruiken, mogen het vruchtgebruik ervan hebben. Maar het is van niemand. De natuur is van niemand. Of is van ons allemaal. Wat vroeger ook vaak zo was. Nou, dat vinden we allemaal super lastig, omdat het niet in ons systeem past. Wij weten niet hoe we dat moeten regelen. Streef naar bewuste verjonging. Ja, dat is natuurlijk centraal in ons economisch systeem, gericht op
maximaliseren van het transactievolume is dat wij al decennia lang streven naar bewuste veroudering. De verhalen zijn legio van producenten die proberen dat net na de garantietermijn hun product toch net kapot gaat. Lullig, repareren is duur, je kan beter een nieuwe kopen. Het verhaal van Philips met een aantal andere lampenfabrikanten al in 1924 een kartel afsloot om lampen veel sneller kapot te laten gaan, want het is goed voor je verdienmodel. Dit doorbreken is cruciaal. Daar zijn meerdere partijen voor nodig, daar is een wetgever voor nodig, maar er zijn ook consumenten voor nodig en er zijn zeker ook producenten voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dat betekent natuurlijk nogal wat in termen van het businessmodel. Want hoe werkt dat dan als je gewend was je transactievolume te maximaliseren omdat je je winst maximaliseerde en nu moet je opeens iets anders maximaliseren? Dat is super ingewikkeld. Maar als we het hier niet over hebben en over wat dat doet met een samenleving, hè, dus zoveel mogelijk consumeren, overconsumptie, dan gaat die circulaire economie er niet komen. En soms ben ik positief, maar als ik dan op de dag dat de winkels weer opengeven, gingen de rijen bij de Primark zie staan, dan denk ik van nou, dan zijn we er nog lang niet. Dan hebben we nog een lange weg te gaan. Vermijd boemerang-effecten. Ja, dit is een cruciale. Als we het hebben over de circulaire economie, boemerang-effecten, dat is eigenlijk van je probeert iets goed te doen, maar het komt weer helemaal verkeerd terug. Een heleboel voorbeelden zijn hiervan. Maar een makkelijk voorbeeld, ik weet niet of ik die op de volgende heb staan. Nee, heb ik hier niet op staan. In de historie is het altijd zo gebleken dat als wij efficiënter omgaan met energie, dat we dan meer energie gaan gebruiken. Dus als wij efficiëntere verbrandingsmotoren voor auto's hebben gemaakt, dan wordt de auto groter. En zo zijn er ook al legio voorbeelden in de circulaire economie dat er weliswaar bedrijven zijn die met secundaire materialen gaan werken, die dus nieuwe producten gaan maken die circulair zijn, maar ze doen het altijd on top of wat ze al hadden. Dus ze breiden hun markt uit, daarom is het ook een verdienmodel, omdat ze nog meer volume gaan maken. Dus dat niet duurzame en dat circulaire bij elkaar. Maar dan levert het dus per saldo nog niks op. Een zesde, werk echt samen. En dat raakt aan die eigendomsrechten. Dat raakt ook aan de commons. Hoe kan je dingen samen gaan doen? Er zijn inmiddels voorbeelden van stichtingen of die bijvoorbeeld land opkopen van boeren, die het dan weer teruggeven aan boeren die daarop kunnen verbouwen, maar dan met een lagere rendementsverwachting. Dat vraagt wel dat die commons in die stichting ook een lagere rendementsverwachting hebben. Maar dat soort voorbeelden kunnen wel door dingen samen te doen in een gemeenschappelijk belang. Ook in de economische literatuur is er een heleboel over geschreven dat het governance systeem, het governance systeem van dingen samen doen, vaak voor natuurlijke hulpbronnen veel efficiënter is en veel doelmatiger is dan het in privaat eigendom geven. Want dan gaat iedereen zijn eigen deeltje zo maximaal mogelijk uitnutten. Maar dit vraagt nogal wat. Dit vraagt ook heel erg nadenken over van die enge woorden als rentmeesterschap, toekomstige generaties en hoe gaan we dat regelen. Maar dit is cruciaal ook in de circulaire economie, of juist daar. En als laatste, pas waardesystemen aan. En wat had ik dan nog meer bij staan? Herdefinieer vooruitgang. Ik had het al over, BBP is welvaart, was decennia lang het idee. Ofwel, winst is welvaart, noem het maar op. Dit was de manier waar we naar keken. En hoe ging dat dan macro-economisch? Economische groei betekende meer banen, betekende meer inkomen, betekende meer geld om meer belastinginkomsten ook, meer geld voor publieke voorzieningen, een hogere levensverwachting en we zijn allemaal blij. Dit gaat al lang niet meer op. BBP leidt helemaal lang niet altijd tot meer banen of meer inkomen, inkomensongelijkheid. Er zijn een heleboel problemen met BBP die juist raken aan de circulaire economie. Dus dit is een volstrekt verkeerd kompas om op een circulaire economie te sturen. Er zijn inmiddels tal van alternatieven. Die laat ik even zitten, want dat werkt allemaal niet. En als je kijkt naar de circulaire economie, kan je het ook heel simpel zien. En dan zowel op macroniveau als op bedrijfsniveau. Zolang je dit houdt, we hebben een financiële waarde die we centraal stellen. En daarnaast hebben we nog iets als environmental en social, iets wat we duurzaam noemen. Dan gaat het niet werken. De shareholder value, dat gaat niet meer werken. Shared value is al iets dichterbij.
maar is nog niet goed genoeg. Bedrijven die zeggen, onze ecologische voetafdruk, als ons materiaalgebruik is iets minder slecht dan onze concurrent, dat is niet goed genoeg. Daar gaan we geen circulaire economie mee creëren. Waar we uiteindelijk naartoe moeten is een geïntegreerde benadering door alle stakeholders, dus door bedrijven, maar ook consumenten, ook de overheid, richting brede welvaart. Dat is cruciaal om die circulaire economie dichterbij te brengen. En dat is mijn groene waas die ik dan toch zie als we dit een beetje gaan doen. Dan heb ik nog een paar minuten voor de praktijk. Even over circulaire businessmodellen. Ik was hier afgelopen dagen weer mee bezig en het duizelt mij. Dit is een indeling met al die A'tjes, B'tjes, C'tjes, D'tjes zijn allemaal verschillende soorten businessmodellen. Er zijn tal van businessmodellen. Ik heb er hier ook op staan de Europese taxonomie. Dat is eigenlijk het groene spreadsheet van de Europese Unie waar alle financiële instellingen moeten worden gehouden. Dat is nu voor klimaat uitgedacht en daar zijn ze nu ook mee bezig voor circulaire economie. Die heeft ook weer vier groepen met businessmodellen. En eigenlijk gaat het met al die businessmodellen, en daarom wel dat plaatje aan de rechterkant, waar kan je iets doen in de keten? Dat raakt weer aan die RIS en van alles en nog wat. Maar uiteindelijk is het niet zo interessant. Want, en dat zei ik in het begin ook, je wil maar één ding bereiken. En dat is, leidt het tot minder materiaalgebruik? Leidt het uiteindelijk, met die drie regels die ik had over die circulaire economie, draagt het daar ergens aan bij? Dat moet de waardepropositie van zo'n bedrijf zijn. En of het nou product as a service is, of het hernieuwbare grondstoffen zijn, whatever, het maakt niet uit. Dat is de uitvoering van uiteindelijk je waardepropositie. En de rest, er zijn boeken vol over geschreven, maar ik vind het veel te ingewikkeld worden, want uiteindelijk moet je het simpel maken om ergens te komen. En toch maar even de laatste poll. Want dat is wel de cruciale vraag die vaak wordt gesteld. Wanneer is een bedrijf circulair? Ten eerste, als één of meerdere materiaalkringlopen is of zijn, had er moeten gestaan, gesloten. B, als een bedrijf circulaire principes gebruikt, dat zijn dus die RIS. C, als het bedrijf geen primaire grondstoffen meer gebruikt. En D, nooit helemaal. Ik ben heel erg benieuwd wat hier uitkomt. En dat gaan we zo even tot ons nemen. Ik kijk even totdat iedereen de tijd heeft gehad om dit in te vullen. Oké. En dit is eigenlijk wat ik net al zei, hè? Van als dingen complex zijn, een circulaire economie wordt vaak heel erg complex, ook heel complex weergegeven. Heb ik ook gedaan, want ik heb het over systeemtransities en allemaal moeilijke dingen. Maar uiteindelijk wil je ook weten wat je vandaag of morgen kan doen. Dus daarom wil ik toch afsluiten met drie slides met dingen die gewoon gedaan kunnen worden. Want het antwoord op complexiteit is uiteindelijk eenvoud. Voor bedrijven, gewoon vijf simpele vragen. Heeft een bedrijf een relatief gunstige materiaalafdruk? Doe je het beter dan anderen? En waarom? En kan het nog beter? Vervang je fossiel voor hernieuwbaar? Denk je daarover na? Hoe doe je dat? Wat is daar realistisch in? Vervang je primaire voor secundaire grondstoffen? Kan het? Waarom? Waarom niet? Neem je verantwoordelijkheid voor grondstoffen bij inkoop en voor producten naar de verkoop? Wat is jouw verantwoordelijkheid in de materialencyclus? En zorg je ervoor dat producten langer meegaan en beter worden? Of ben je heel erg gericht op de korte termijn? Het zijn vijf hele simpele vragen die aanzetten aan te denken over dat hele ingewikkelde circulaire concept. Voor consumenten ook. Heb je de nieuwe spullen nou echt nodig? Als iets kapot is, kan het worden gerepareerd? Is dat niet beter? Moet je wel iets kopen? Kan lenen ook? Is dat niet handiger? Als je spullen niet gebruikt, kan je er dan iemand anders blij mee maken? En als vijfde, kan je fossielvrij leven? Ja, dit zijn echt ontzettende open deuren, ik weet het. Maar uiteindelijk gaat het ook hierom. En dit adresseert ook voor een deel het mentale aspect, wat ook geadresseerd moet worden in de circulaire economie. Als laatste voor overheden.
kan je bedrijven bij elkaar brengen die wat aan elkaar hebben, die circulaire ketens kunnen sluiten? Weet je überhaupt wat de belangrijkste materiaalstromen in de samenleving zijn? Of in je gemeente of in je land? Hoe kan je de verschillende beleidsinstrumenten inzetten? Subsidies, belastingen, normeren, om die markten te maken, om daarin dingen te doen? Wat kan je zelf doen met circulaire inkoop, aanbesteding? Ik moet zeggen, daar zijn de meeste overheden wel. En kan je ondersteunen bij andere productie- en consumptievormen? Kan je helpen die commons te realiseren? Kan je helpen met groepjes die zelf willen produceren? Energiecoöperaties, andere vormen. Wat kan je daarin doen? Om maar even te laten zien op het laatst dat het ook heel simpel kan zijn om de eerste stappen te zetten. Maar het belangrijkste is, ik kwam er tegen in een boek van Tim Jackson, een Britse econoom, vorige week. Die eindigde hiermee, een citaat van een Chinese filosoof. Enough is enough to know. En ik denk dat dat nog steeds een van de belangrijkste drijfveren is, ook in de circulaire economie. Als wij ons realiseren wanneer genoeg genoeg is, dan komt die circulaire economie toch een snel stukje dichterbij. Dit was mijn verhaal. Ik dank jullie wel. En we gaan nu verder met het vragendeel. Hans, een heel helder verhaal. Er is heel veel de revue gepasseerd. Ik denk dat bij de meeste mensen ook heel veel gaande is. Ik wil graag toch op je allereerste punt eigenlijk terugkomen. Iedere keer als je een presentatie ziet over die circulaire economie, begin je eigenlijk met die hockeystick. En hij wordt alsmaar hoger en wordt alsmaar hoger. En dan vraag ik me iedere keer af, dat zou toch eigenlijk al voldoende moeten zijn, zeg maar, voor de mensheid om in beweging te komen. En dat gebeurt dus niet. Hè? Maar als er nou vanuit jouw perspectief nou één knop is waar je aan zou mogen draaien om daar verandering in te brengen. Met jouw kennis en kunde, wat zou dat dan zijn? Ja, het zou een beetje pretentieus zijn als ik dat zou kunnen realiseren. Maar ik denk dat iets wat nu mondiaal wel gaande is als het gaat over belastingen. Dat begint nu met belastingen voor bedrijven, maar uiteindelijk hoop ik dat het ook naar grondstoffen gaat. Nou, ik zei het ook al een beetje, naar ongelijkheid. Naar dingen die... Uiteindelijk moet je dingen op wereldniveau weten te regelen. Als je kan beginnen met belastingen op grondstoffen uiteindelijk. En je kan het daarna verbreden naar... ook zorgen dat je dezelfde eisen stelt. Dus niet alleen in Europa, maar ook in de VS, in China, over grondstoffenvoorwaarden. Hoe je producten maakt, garantietermijnen. Ja, dan kom je ergens. Maar dat is niet één knop, dat is een wereldagenda. Ja, ja, ja. Ik hoor, er gaat dus een alarm... Ja, ik zet even mijn ding af. Sorry, we blijven mensen. Improviseren met elkaar. Want je laat het ook heel duidelijk zien, hè. Uiteindelijk gaat het dus om een systeemverandering waar we met z'n allen in moeten geraken, eigenlijk. Hoe hoopvol, of wat zijn dus... De Green Deal wordt vaak genoemd. Corona is vaak genoemd als game changer. Hoe... Ja, ik elke dag ga ik heen en weer tussen cynisme en hoop, als ik heel eerlijk ben. Vorig jaar hebben wij een heel stuk geschreven bij Triodos over Reset the Economy. Dat was in de mooie lente van 2020. De stille lente van 2020. Niet in alle opzichten mooi natuurlijk, maar wel... Toch wel hoop van, hè, we zitten thuis. Als de wereld weer open gaat, dan kunnen we het anders doen. En ik was van de week bezig met een stuk dat als titel had Reset the Reset. Want als ik heel eerlijk ben, gebeurt er verrekte weinig. Er gebeurt in beleidstermen, er gebeuren wel dingen, maar het tempo is zo traag. En als je de uitdagingen, dat probeerde ik weer te geven, van alles hangt met elkaar samen. Hè. We hebben het nu over circulaire economie. Materiaalgebruik, grondstoffengebruik is cruciaal als bedreiging voor biodiversiteit, voor CO2-uitstoot, voor alle dingen de probleemagenda voor de komende jaren. En daar willen we het niet over hebben. We blijven praten over, en dat vind ik echt een probleem van deze tijd, duurzaamheid gaat opeens alleen maar over CO2-uitstoot. Een heel reductionistische aanpak van, maar dit is het probleem. Als we dit hebben opgelost, dan zijn we klaar. Nee, dan beginnen we net.
En dan hebben we nog steeds niet nagedacht over hoe we materiaalgebruik kunnen veranderen, hoe we dingen anders kunnen doen. En dat baart mij dan weer heel erg veel zorgen. Ondanks dat ik echt wel dingen ook de goede kant op zie gaan, gaat het gewoon allemaal veel en veel te langzaam. Ja, ja, ja. Ik zie jongens de uitslag van eerst van de poll als ik al kom. Ik wil nog een vraag hierop toch even nog voortborduren. Je werkt zelf ook een bank. Ik doe dat ook. We zijn allemaal onderdeel van het economisch systeem. Nou, een grote inputvariabel is natuurlijk investeringen om te komen tot wat vind jij van de verantwoordelijkheid vanuit banken of vanuit het financiële systeem in deze hele transitie, hè? Dus van overheden en consumenten? Ja, ik had die natuurlijk expres overgeslagen. Maar ik vind dat het hele financiële... Nou, ik vind vandaag wel een dag wat daarover gaat. Hè. Vandaag is de dag dat Shell te horen heeft gekregen dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben voor reductie van CO2. Ik vind dat diezelfde verantwoordelijkheid ook geldt voor mensen in het financiële, voor de financiers. Dat je niet kan wegkijken en zeggen van ja, maar het mag van de wet, dus wij doen het. Ik vind dat je daar een eigen morele verantwoordelijkheid... Kijk, je hebt aan de ene kant heb je je financiële verantwoordelijkheid. En dan denk ik dat je als financiële sector er heel verstandig aan doet om alle duurzaamheidsrisico's serieus te nemen. Bij Triodos vinden we het heel lastig duurzaamheid als risico te zien. Dus ik vind dus dat je ook een verantwoordelijkheid hebt om je kapitaal die kant op te sturen waar de wereld een beetje beter van wordt. Ja, want is het dan ook niet zo dat wat we eigenlijk nu zien, als we weten dat de toekomst is, dat we juist vanuit het financieel systeem juist die lange termijn en long-term value creation, zie je natuurlijk overal terugkomen, het moet hanteren eigenlijk in het financieel beleid. Juist. Ja, nou ja, absoluut. En nee, dat zijn dan van die groene gasprietjes die ik dan af en toe zie. Hè. De discussie in de financiële sector, ook hoe centrale banken ermee omgaan, dat schuift natuurlijk wel echt naar lange termijn waardecreatie. Maar dan nog wordt er heel erg veel gemeestribbeld van ja, maar dat kunnen we allemaal niet en dat vinden we allemaal lastig. Maar dat is ook een eigen verantwoordelijkheid van de financiële sector. Die, ik snap, voor iedereen super lastig is. En ik weet ook dat ik bij een organisatie werk die dat in die zin makkelijker heeft, omdat dat is wat we altijd hebben gedaan. Ja. Maar ik denk ook dat we daar niet aan ontkomen om ook die verantwoordelijkheid te nemen. Ja, ja. We kunnen zelf. We hoeven niet te wachten. Dan nee. Kunnen wij zo morgen aan de slag. Ja. Dan weer de eerste resultaten van de poll. Dit was volgens mij vraag 1. Hè, de circulaire economie. Hè. Is dat A, een goede strategie voor de wereldeconomie? B, een strategie om duurzame ontwikkeling te bereiken? Of C, een bedrijfsstrategie om te komen tot duurzame business? Nou, die uitslag is helder, althans volgens de mensen die gestemd hebben. Maar liefst bijna 71%, 70,8% heeft gestemd op B. Een strategie om duurzame ontwikkeling te bereiken. Geeft dat je hoop? Ja, nou, dat is op zich ook wel wat ik had verwacht, had gehoopt. Ja, ja, en dat is natuurlijk zo. Hè. Kijk, ik zie circulaire economie als onderdeel van een strategie om duurzame ontwikkeling te bereiken. Er is meer voor nodig. Maar het is cruciaal. Ik heb geprobeerd circulaire economie neer te zetten als van het gaat over materialen en grondstoffen. En daar wil je voor zorgen dat je daar op een goede manier mee omgaat. En dat is cruciaal om überhaupt duurzame ontwikkeling te bereiken. Ja, ja. En of dat dan een goede strategie is, nou ja, ik heb erover verteld wat ik erover gezegd heb. Ja. Ik weet het niet. Dat was ook heel mooi in je verhaal dat je ook sprak over integrated value. Dat we kijken natuurlijk met name naar financieel return. Terwijl als je het integreert, dan wordt ook die circulaire economie een stuk makkelijker en een stuk bereikbaarder. Makkelijker bereikbaarder als je dat integrale denken ook gebruikt. Ja. De volgende polvraag. Wanneer komt de circulaire economie niet snel genoeg van de grond? A. Consumenten, klanten snappen het niet. B. De overheid doet niet goed genoeg. C. Ondernemers zijn niet innovatief genoeg. Of D. Hij komt wel van de grond. Ja, ook hier hebben we een vrij helder en duidelijk antwoord. B. 66,7% kiest voor de overheid. Ja, dat vind ik eigenlijk... Ja, dat had ik wel... Nou, ik vind het ook wel opvallend dat 4,8% van de mensen zegt... Hij komt wel van de grond. 1 op de 20, die denkt graag vanzelf. Nou, en dat klopt natuurlijk ook wel als je ziet wat er gebeurt. Er zijn inderdaad, er gebeuren ook wel dingen. Er gebeuren best goede dingen. Dat de overheid hier de Zwarte Piet krijgt toegespeeld.
Voor een deel begrijp ik dat. Ook als ik kijk, ook in de verkiezingsprogramma's en ook in de begrotingen, er wordt nauwelijks geld voor gereserveerd. Er is een hele hoge ambitie. Hè? We moeten in 2050 100% circulair zijn, wat eigenlijk ook helemaal niet kan, maar het is leuk. En we gaan er geen geld aan uitgeven, want er is een gedachte dat bedrijven en financiële sector gaan het wel regelen. Nou, vergeet het. We hebben daar de overheid ook heel erg hard voor nodig. Maar, en dat zag ik ook nog, we hebben ook die consumenten nodig. Dat was ook nog 20% gelukkig. We hebben iedereen daarbij nodig. Dus ik vind het logisch dat mensen naar de overheid wijzen. Maar ik denk, ja, uiteindelijk moeten we dat ook met z'n allen doen. Ja. En wij zijn ook weer de overheid, dus dat is mooi. Ja, ja. Nou, een van de ontwikkelingen waar we ook zelf en het ABN AMRO veel naar kijken is die rol van belastingen in de overheid. Hè. Ex-tax, het gedachtegoed dat je belastingen verschuift van arbeid naar grondstoffen, om het aantrekkelijk te maken om arbeid te gebruiken. Je had ook over systeemveranderingen. Hoe kijk jij daarnaar? Zie je dat? Is dat een realistische oplossing? En in welke mate? Nou ja, het plan is natuurlijk ook doorgerekend van ex-tax. En ik denk dat het wel zeker een bijdrage kan leveren. Maar ook daarvoor geldt, dat is nog niet genoeg. Hè. Dat helpt, dat heeft ook, dat, ik noemde dat dan die echte prijzen. Dat je in ieder geval zorgt dat grondstoffen duurder zijn. Dus primaire grondstoffen, waardoor het aantrekkelijker is om secundaire alternatieven te gebruiken. Dan wordt het ook veel lonender om dingen te repareren en zo. Dat is allemaal heel goed. Maar alleen via de prijzen. Mijn oud-collega's van het Centraal Planbureau hebben daar een paar jaar geleden ook al wat over geschreven. En die hadden nog het idee dat als je de prijzen maar aanpast, dan ben je klaar. Zo denken economen wel eens. Maar dat werkt helemaal niet zo in de circulaire economie. Want het gaat ook, naast het gaat om die eigendommen, maar ook de prijzen van veel producten bestaan maar voor een heel klein deel uit grondstoffen. Dus de prijsprikkel die een consument krijgt is nog niet groot genoeg. Nee. Want het gaat ook over intellectueel eigendomsrechten. Hè. Als je een iPhone hebt, dan is maar een klein deel is materialen en de rest is wat Apple krijgt. Ja. Dus je moet daar, jazeker, is heel belangrijk. Ook arbeid goedkoper maken is ook belangrijk. En dan wordt het ook goedkoper om te repareren en andere dingen te doen. Maar het is een puzzelstukje van de totale puzzel. Ja, ja. En je zegt zelf al net, die prijs die komt weer terug, die consument wil betalen. We zien in onderzoek dat de consument toch nog vaak steeds stemt met zijn portemonnee. Als het goedkoop is, wil ik het hebben. Ik denk persoonlijk ook dat het zorgt dat het, eigenlijk zou de consument erom moeten vragen. Het is veel meer aanbod gestuurd, maar kan je het vragen. Hoe kan je die, zijn er andere methodiek om die consumenten juist wat meer in te betrekken? Dat je... Nou, dat... Kijk, prijs is gewoon heel belangrijk in een markteconomie zoals wij die hebben. En anders moet je het hebben van de overtuigingen en de waarden van de consument. Dus je moet proberen op al die elementen te spelen. Je ziet bedrijven, zoals bijvoorbeeld een Patagonia, is een voorbeeld dat iedereen gebruikt. Dat bedrijf heeft gewoon een fanclub. Dus van outdoor kleding is het oorspronkelijk. Maar die repareren ook gewoon. Die hebben echt een circulair model. Het gaat dus niet om de transacties meer. Uiteindelijk gaat het om het creëren van een fanclub die ook meer geld over heeft voor die modellen, zodat zij een businessmodel hebben. Maar dat moet je weten te creëren. En dat lukt natuurlijk niet met alle producten. Nee. Dus je moet ook daar weer een combinatie maken van soms lukt het met sommige goederen, lukt het om fanclubs te organiseren, om mensen te verleiden echt meer te betalen. Voor andere dingen is er niks anders dan gewoon regels stellen, wetgeving, regelen. Ja. Dat kan niet anders. Ja. Ja. Een aantal vragen die door onze kijkers zijn gesteld. Vraag 1. Ben je optimistisch over de transitie naar een circulaire economie 2050? Gaan we het halen? En misschien wel 2030 al eerder? Gaan we... Nou, 2030 moeten we 50% minder primair grondstofgebruik hebben in Nederland. Nou, dat is nog heel ver weg. Nou is het mooie met transities, dat je de hele tijd aan het klunzen en aan het rommelen bent, zoals nu ook, en dat er dan opeens een versnelling kan komen. En dat zien we nu, laten we daar heel positief over zijn, dat zien we bij de energietransitie op dit moment echt gebeuren. En als je energietransitie als onderdeel ziet van de circulaire economie, zoals ik net poogde weer te geven, dan kan je zeggen van ja, maar weet je, daar zie je die take-off nu plaatsvinden. Dan gaat het opeens sneller. En zo kan dat op meer terreinen gebeuren. Ja. Zie ik dat nu gebeuren? Nee, ik zie dat nu nog niet gebeuren. Is dat reden voor pessimisme? Nee, dat is reden om nog harder te roepen dat het heel erg nodig is. Ja. En daar proberen te mobiliseren en de mensen... Kijk, om dingen te laten lukken,
moet je ook het probleem helder hebben om een verandering te krijgen. En dat moet ook wel urgent genoeg zijn, anders komen mensen niet in beweging. Wat je daarnaast moet hebben, is ook een wenkend perspectief. Hoe kan het dan wel? En wat hebben wij er nou aan als het anders gaat? Nou, die twee moet je combineren en dan vervolgens met bewijsvoering laten zien dat het echt kan. Nou, dat moet je allemaal doen. Daar zijn we nu volgens mij allemaal hard mee bezig. Schiet het op? Nee. Daarom alle reden om daar nog harder aan te werken. Ja, ja, het is eigenlijk best bijzonder dat op het moment dat iets niet circulair is, praten we erover om het circulair te maken. En als het dan circulair is, dan vinden we het de normaalste ding van de wereld. En dan hebben we het erbij spreken over. Ja. Terwijl dat misschien wel de beste inspiratie geeft om wel snel te groeien. Nou ja, en ook als je ziet bijvoorbeeld ook bij de petrochemische industrie. Iedereen, daar zag ik laatst ook geweldige plannen om te proberen dat ook circulair te maken. Het wordt allemaal veel te ingewikkeld, want dat begrijp ik als simpele econoom niet. Maar ik geloofde wel dat het technisch. En als ik dan dat soort dingen zie, dan denk ik van ja, maar dat geeft echt wel hoop dat een heleboel dingen ook echt kunnen. En dan inderdaad wat jij zegt, van als het er is, dan denken we, ja, nou ja, zo bijzonder is het niet. Ja. Omdat we er heel lang op hebben zitten wachten. En als het dan is, denk ik, is het er eindelijk? En dan gaan we weer verder. Ja, ja, ja. En dan hebben we het even over de overheid gehad. We hebben het over de consument gehad. Op het laatst heb je ook nog iets over gezegd over verdienmodellen, het bedrijfsleven. Dat zie ik toch ook als een grote gang maken eigenlijk van die circulaire economie. Ik merk bij jou, dus daar zit nog wat. Ja, dat is dan. Kan het Nederlands bedrijfsleven de grote gangmaker zijn achter een snellere zin? Ja, ook daar misschien weer. Dan probeer ik weer zo genuanceerd mogelijk te zijn. Er zijn echt, maar dat weet je ook bij klanten bij ABN AMRO, ook bij klanten bij Triodos, geweldige voorbeelden van circulaire bedrijven. Of bedrijven die daar heel erg goed mee bezig zijn om te circulariseren, om het zomaar te noemen. Maar allemaal zeggen ze van ja, maar het lukt een beetje. We kunnen delen doen en delen verder brengen. Een hele kringloop sluiten, dat is vaak best wel lastig. Maar ik zie heel veel enthousiasme en heel veel goede plannen. Kunnen bedrijven dat in hun eentje? Nee, die kunnen dat niet in hun eentje. Want waarom lukt het vaak niet? Omdat het duurder is. Of omdat ze het gewoon niet voor elkaar krijgen. Dat hadden wij bij Triodos ook nog. Wij wilden onze voorpui van onze circulaire pand wilden we niet in eigendom hebben. Dat wilden we leasen. De gevel as a service. Ja, maar dat lukt je niet. Dat soort dingen. En dat zijn gewoon institutionele blokkades die ervoor zorgen dat je nog niet circulair kan. En dus op verschillende niveaus. Klanten die er niet aan willen. Ook voor banken is het soms lastig. Waarbij ik wel wil zeggen dat de gedachte is vaak van ja, maar die banken moeten het snappen en dan gaan ze wel financieren. Volgens mij is dat niet het probleem. Het probleem is dat er geen verdienmodellen zijn. Want een bank hoeft het allemaal echt niet te snappen. Wat snappen wij als bankiers nou van de chemische industrie? We kunnen het toch ook financieren? Ja, ja. Dus en die misvatting is er nog steeds. Hè, van maar jullie moeten het snappen. En als je snappen, dan kan je het wel financieren en dan wordt het geregeld. Nee, ik denk dat het veel meer zit in die ondernemers, kijk, de supergoeie ondernemers die kunnen een circulair businessmodel voor elkaar krijgen. Want dat zijn gewoon goede ondernemers. Maar die hadden ook iets anders kunnen doen. Maar die gaan er nou helemaal op in en die krijgen dat voor elkaar. Die hebben dan ook geen hulp nodig en die krijgen het voor elkaar. Maar verder zijn er toch die regels. Dus daarom toch dat radicale nog maar eens zeggen. Ja. Daar zit het echt in, waardoor het lastig is. Zolang het niet normaal is en we het nog circulair noemen, blijft het lastig. Nou, misschien moeten we elkaar ook hierin helpen als Triodos en ABN AMRO samen. Je noemde gevel as a service. We hebben ook inmiddels een flinke groep mensen die specifiek kijkt naar as-a-service transacties. Ja. Dat we elkaar daar ook in proberen te helpen en de handen in elkaar te slaan. Want, hey, hoe je het went of keert, het is niet of we die draai moeten maken, maar het is meneer hoe en het liefst zo snel mogelijk en gezamenlijk. Ja. Hans, hartelijk dank voor je verhaal. Zeer inspirerend. Ik zou bijna kom ook terug op het moment dat je onderzoek straks is afgerond. Die uitnodiging heb je dan hier in ieder geval ook al. Heel fijn en goed dat je er was. En natuurlijk ook voor jullie allemaal. Mooi dat jullie erbij waren en in zulke grote getalen hebben meegedaan. Vragen hebben gesteld. Weet ook dat we ook komen met een volgende sessie. Hè, dus op, moet ik het goed zeggen, woensdag 30 juni om 5:00. Zet hem vast in de agenda. Hebben we Circle College Tour nummer 25. Met als titel: Gaan bankiers de wereld redden?
Een mooie titel. Waar onze gast is Marleen Jansen-Groesbeek, professor van Sustainable Finance and Accounting van Avans Hogeschool. Samen met Hein Brekelmans, onze voorman bij de Sustainable Finance Dance. Hans, dank voor nu. Graag gedaan. Kijken, fijn dat jullie erbij waren. En hopelijk tot een volgende keer.